hebben onderscheidingen binnen de KNSB. En eigenlijk kwamen we tot ontdekking dat daar toch een naam in stond die nog geen onderscheiding had. Komt uit de buurt van Avelten. Heeft heel veel 200 kilometers gereden. Heel veel schaatskilometers gemaakt. En die meneer willen we graag vandaag een gouden speld gaan geven. Lang zal hij leven. Schaatser Jan-Roelof Kruithof vierde gisteren zijn 81ste verjaardag. In de gloria. In de gloria. Eeuwen dat ik 81 geworden ben, hoe die zoveel lawaai over te maken. Ja. Jullie vinden het allemaal mooi, maar ik had liever 18 geworden. Maar ja, die titel is voor mij. Hij is nog altijd houder van het werelddurecord. In één etmaal schaatste hij ruim 655 kilometer. Hij reed 5 keer de Elfstedentocht in Nederland en daarnaast won hij 11 keer de alternatieve Elfstedentocht. 11 keer de alternatieve, ongelooflijk. En daarom is het voor mij een hele grote eer om u de gouden speld van de KNSB te mogen overhandigen. Mooi, mooi, mooi. Super. Ik heb wel eens gedacht, nou ja goed, het zou leuk zijn om een keer wat te krijgen van de KNSB. Maar dat het nu is, ja, dat vind ik gewoon geweldig. Dat is toch een kroon op mijn werk. Waar kwamen die mooie tranen vandaan? Van Miantina. Zit je nog altijd hoog, hè? Die is belangrijk geweest in je carrière ook, hè? Nou, ik zeg ook, als zij niet in mijn leven was gekomen, had ik niet bereikt wat we samen hebben bereikt. En dat waardeer ik enorm. Ze kijkt mee, hè? Ja, nou, dat hoop ik. En ik ga morgen naar graf. Om het haar te vertellen. Ja, hartstikke goed. Zijn vrouw Jantina overleed in 2013 aan de gevolgen van een hersentumor. Jan, dat was net een diesel. Die reed altijd door. Maar een diesel, die heeft olie nodig. Nu is toevallig de meisjesnaam van Jantina, Jantina Olie. En Jantina stond aan de baan om hem te voorzien van de olie. Ik denk dat het ook wel goed geweest is dat hij nu pas die medaille gekregen heeft. Want als we dat voor 20 jaar terug hadden gedaan, dan in die tijd heeft hij nog heel veel dingen gepresteerd. Dus, Hij is nu vandaag 81 geworden, wat hij nu nog kan. Dus dat is onvoorstelbaar ten opzichte van anderen van die leeftijd. In de Elfstedentocht van 1985 was hij een van de topfavorieten. Maar bij het klunen ging het mis. Kruithof werd 12e en hij wil niks liever dan de Elfstedentocht voor de 6e keer schaatsen. Maar die Elfsteden moet wel heel groot komen, want anders dan moet Jan achter de rollator. En ik denk dat dat ook een groot probleem wordt. Hij gaat hem zeker rijden en ik kan wel zeggen dat hij het niet haalt, maar dan zul je zien dat hij het wel haalt. Dus ik ga echt geen rode doek voor hem houden.